Vervolgens ook nog op de voet gaat staan van Toornstra. Ondertussen gaat het spel verder en wordt de overtreding gemaakt op Meijers. En is de eerste gele kaart van de wedstrijd voor Nieuwkoop. Nieuwkoop gaat in de fout, moet het corrigeren en hij krijgt inderdaad de gele kaart. Meijers, El Kayati, de twee kandidaten voor ADO Den Haag. El Kayati maakte er al 10 deze competitie. En ook nog een handvol assists. El Kayati, en het is gelijk raak. En zo komt ADO in de 4e minuut op 1-0. Weer hij, weer een vrije goal van Nasser El Kayati. Van de man die zo bepalend is voor ADO Den Haag. En waarvan men in Den Haag ook zo verschrikkelijk hoopt dat hij er in 2019 ook nog is.